In deze hal en de hal hier langs staan 1000 fietsen ongeveer. Dit is het depot van de gemeente Eindhoven. Alles wat er wordt gevonden op straat komt hier terecht. Daar komen wekelijks tussen de 25 en 50 fietsen komen hier binnen. Hier wordt het geregistreerd en uiteindelijk verschijnt het op de website verlorenofgevonden.nl. Die site werd in 2012 opgezet en nog elke maand sluit er een nieuwe gemeente aan. En daardoor vinden steeds meer mensen hun spullen terug. Je ziet natuurlijk een enorme stijging qua percentage. Niet alleen omdat er steeds meer gemeenten meedoen, en nu in totaal 254. Maar ook omdat de burger de website steeds meer ontdekt. In totaal zijn er op dit moment 23 gemeenten aangesloten in Brabant. Maandelijks sluiten er nog steeds gemeenten aan. Het zijn voornamelijk fietsen die in het Eindhovense depot terechtkomen. In een hoekje van de loods staat een kast met de overige gevonden spullen. We hebben muziekinstallatie. Hier kunt u zien de tassen die we hebben, koffers onderin, sleutels. En zelfs mensen. Het echte verhaal erachter, dat weten we natuurlijk niet. We hebben het vermoeden dat het met een huisuitzetting te maken heeft gehad. En dat die urn ergens is gedumpt. En ja, zodoende is hij gevonden en bij ons aangeboden. En nu blijft hij 3 maanden hier staan. Want na 3 maanden worden de spullen geveild, vernietigd of in het geval van de urn netjes uitgestrooid.